Hey jongens en meisjes, wat leuk dat jullie weer kijken naar de derde aflevering van het FC Utrecht Sinterklaas Journaal. De vorige keer ging het niet zo goed, hè, op Zoudenballer. Het zal mij benieuwen hoe het nu gaat. De spelers van FC Utrecht hebben de laatste dagen ontzettend hard getraind voor de topwedstrijd FC Utrecht AZ. Maar de Pieten hebben de Tiger geholpen, want het stadion moet tip-top zijn. Het wordt de volle bak. En ontzettend hard is er gewerkt om dat hartstikke mooi eruit te laten zien. Onze verslaggever Corné is in het stadion alle verrichtingen te volgen. Hier in stadion Galgenwaard verloopt alles eigenlijk op rolletjes. De Pieten en Tiger die zijn druk bezig om de tribune helemaal gereed te maken. Vlaggen, spandoeken, alles wordt in orde gemaakt. En achter ons zien jullie het Naomi en Jorrit komen bidden. Zij moeten ervoor zorgen dat de kleedkamer zo meteen er spik en span uitziet. De shirtjes worden zo meteen opgehangen. De voetbalschoenen worden klaargezet. Want vanavond is natuurlijk de wedstrijd tegen AZ. Ja, het leeft hier aan alle kanten. Ook dat Sinterklaas komt, dat moeten we natuurlijk ook vooral niet vergeten. En dat is vooral zichtbaar in de fanshop van FC Utrecht. Daar zijn al heel wat schoenen klaargezet en vooral ingeleverd door jonge leden van de Tiger Club. En het mooie is, dat hebben wij ook vandaag begrepen, dat het inderdaad al heel erg leeft. Dat hoorden wij van de man die in de fanshop werkt en dat is Marcel. Ja, we staan hier nu in de fanshop en ook hier zien we al dat Sinterklaas langzaam erin aan het komen is in de fanshop. We zien heel veel schoentjes. Zijn het er meer dan verwacht of minder? Nou, dat is meer dan verwacht zelfs. We hadden eigenlijk verwacht dat het nog niet zo heel snel zal lopen, maar het is aardig wat. Maar we hebben nog wel ruimte hoor, voor wat schoentjes. Ja, dus we zien ook heel veel verschillende schoenen, hè? Ja, echt genoeg verschillende. We hebben voetbalschoentjes, we hebben laarzen. Zelfs Junior Tijk heeft zelfs zijn grote schoen neergezet. Ja, top, ja. Leuk. En heb je ook al Pieten gezien die heel snel langs renden en even hebben gekeken hoeveel schoenen er stonden? Ze zijn niet binnen geweest, maar ik zag ze wel af en toe voorbij lopen. En heel hard. En vooral een beetje in de avond. Dus ze zijn er wel. Ja. En ze weten het. Ja. En jullie ook? Zijn jullie ook een beetje op jullie hoede dat die Pieten niet zomaar even heel snel stiekem naar binnen komen? Of, Nou ja, we hebben normaal gesproken altijd wel iemand hier bij de deur staan. Zeker voor die schoentjes. De schoentjes die zijn in goede handen? Ze zijn zeker in goede handen. Zeker. We letten er heel goed op. En we zorgen dat alle schoenen hier blijven. En misschien wel gevuld worden. Mooi om te zien. Echt veel schoenen. Sneakers voor jongens en meisjes, voetbalschoenen, laarzen. Van alles en nog wat hier te zien. Het lijkt allemaal prima op rolletjes hier te zijn. Tiger, is er een probleem? Moeten we nu naar boven toe? Nou, het leek er allemaal goed te gaan in de fanshop, maar dat is dus blijkbaar niet het geval. We moeten denk ik heel snel naar de kleedkamer en we komen later bij jullie terug. Ik denk het ook, maar in die kleedkamer stinkt het zo naar zweetvoeten. Wat doen we daar dan aan? Laten we hopen dat het bij Weerman Martin niet zo chaotisch is, hè? Hallo Gert, ik hoor je. Wat zeg je, Gert? Ah, het weertje is niet lekker. Het is een beetje koud, hè? Ja, we hebben er natuurlijk een muts voor in de fanshop. Waar Corné ook net was. Bedankt, Martin. Ja, die was namelijk net in de fanshop. Ik zie hem nu ergens anders. Bij de kleedkamer. Oh, nee! Oh, nee! Hè? Wat is er aan de hand? Wat is er dan? Corné, kijk dan even. Die shirtjes zijn veel te klein. Hier kan Willem niet in spelen. Oh, nee. Dit is wel heel klein. Hoe kwam dit dan? Ik heb echt geen idee. Wat is hier gebeurd? Alles lag klaar voor de wedstrijd voor vanavond, maar ja. Ik moet hierover nadenken. Nee. Nou, alles leek gewoon tiptop geregeld voor de wedstrijd, maar daar is nu helemaal niks meer van over. Ik hoop dat we heel snel met een goede update bij jullie komen, maar voorlopig gaat het hier helaas even niet goed in stadion Galgenwaard. Dat ziet er niet best uit, Corné. Komt dat nog wel goed? Ja, er zijn dus problemen in deze kleedkamer. Veel te kleine shirts hangen er, maar er is ook een groot probleem beneden. Dus daar gaan we heel snel naartoe. Ha ha ha!
Nee jongens, daar gaan alle pakjes en schoenen. Wat nu? Nee. Wat veel problemen zeg, maar we weten nu dat Boefje erachter zit. En over een paar dagen weten we meer en dan gaan we dat jullie wel melden. En verder is het zo dat jullie ook je schoentje moeten zetten. Hè? Want Tijger en de Pieten die gaan jullie schoenen vullen. En dan gaan we ook weten waar die gestolen zijn. Dat proberen we ook te lossen. Straks weer kijken naar het nieuwe volgende Sinterklaasjournaal van FC Utrecht.